Hallo, welkom bij de laatste dag van de vakantie. En het tweede filmpje van de vakantie. Hier boven. En we zijn in de dierentuin. En ik ga nu even een trappietje op. Ik denk dat we dan straks een dier gaan zien. En ja, ik ben benieuwd. Ik maak foto's, video's om jullie te laten zien hoe het is. Oh, zeehonden zijn het dit keer. Ik laat jullie het filmpje. Kijk, hier de zeehonden. Daar zie je de kreeuwen. Daar zie je de ring. En daar zie je de ring. Daar zit een eentje. En kijk, daar is goed te kijken, zie je daar moeten blijven. Daar op de bodem zie je er nog eentje. Kijk, je ziet ze zo langs gaan. Kijk, daar komt hij. Hij beweegt. Hij komt omhoog, denk ik. Hij is weg. Nou, dat zijn de zeehonden. En zodra we nog een dier tegenkomen, zeg ik het. Hey, we zijn nu al verder. En jullie hebben een paar beelden gezien. We zijn nu op een plek waar je kind niet mag grillen. Dat snap ik niet. Maar we gaan verder. Kijk, hier zijn heel veel kleine visjes. Heel veel visjes hier. Behalve ik dan. Ik laat jullie zien. Hey, we zijn nu alweer iets verder. Je kunt ook vogels zien. En je kunt ook een kom zien waar je vissen zult kan aanraken. Wij hadden ooit een mossel in onze tuin. En die heette meneer Mossel. En hier zie je heel veel mosselen. Zijn vrienden was. En we gaan hier heel veel kleine mini-visjes laten zien. Eventjes. Dus ja. En daar een mossel die is een beetje kapot. Hey, ik ga nu even kort alles laten zien. Van deze hele dierentuin. Allemaal wat ik zie en zo. Dat gaat nu. Ik heb jullie nu een heel deel van het watertocht zien van hiervan. Alleen kijk dan eens. Ja. Dit is allemaal om ons heen gebouwd. Een haai, kijk eens, een haai. Is het? Lijkt wel. Oké, hier zijn de vreemde dingen te zien waarvan je niet weet. Nu weet je het, door mij dat bestond. Of door het internet. Of door dit pretpark. Je ziet gewoon boven het water. Dit is echt water. Sorry dat er zoveel mensen doorheen praten. Hopelijk kun je mij nog wel duidelijk horen. Of moet ik. En je kunt ook in de beschrijving zetten of ik harder of zachter moet praten. Ja. Maar ja. Oh, kijk. Hier is een grote haai. Je bek. Kijk. Hier zie je ze dubbele tanden. Hier heb je 1, hier heb je 2, hier heb je 3 en hier heb je 4. Allee, hier is een gat. Hier heb je 5. Maar dat is echt dood zin. Kijken. Maar ik wil ook liever niet op dood gaan doen omdat ik opgegeten ben door een haai. Dus. Wow, wat voelen ze raar. Ze zijn niet scherp. Ze zijn echt heel nep. Dat weet je zo zeker. Oh mijn god. Oh. Is dat een haai? Ja. Ik laat het jullie zien. Ik vind dat jullie in de haai. Dat is de haai. Die allemaal prima vinden dat mensen naar gaan kijken. Nou, daar is er eentje. Oh, en daar. Ja, daar ook. Ik vind het in de haai. Ze werd eng ogen. Kijk, daar zie je nog een. En daar zie je een zwemmende haai. Wauw. Oh mijn god, dit is een haai aquarium waar alle
kunnen zijn. Oh, niet te geloven dat ze die kleine kusjes zoals die vis nog niet opgegeten hebben. Ja, volgens mij is die dood. Oh, maar goed. Daar zie je op. Nu zit weer zo'n kooi. Daar zie je een ballon. Ik ga voor een afstapje. Zo, dit is echt gewoon vet. Gitaarvis. En een manta, nog een keer. Boe. De dwergdoornhaai. Oh, dat is zo lang als je vinger. Dit is echt zo vet. Als ik jullie was, zou ik naar zou ik naar de dierentuin in Blijdorp gaan. Ik ga verder niks meer laten zien. Jullie moeten nu zelf verder gaan. Ga naar het hotel in Blijdorp en abonneer op mijn kanaal. En geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En als jullie nog vragen hebben voor dingen die ik wel kan doen op video, zeg het me. En tot de volgende keer.